Het is 22 april en ik wil het met je hebben over vaders met autisme. En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horns en ik neem je mee in het leven met autisme of misschien het leven zelf. Daar komen we gedurende deze vlogs wel achter. En ik lig hier op de grond. Ik ben best wel moe. De hele middag en ochtend bijna gespeeld met mijn zoontje. En ik wil het met je hebben vandaag over vaderschap en autisme. Er wordt nogal eens heel veel over gezegd en heel veel over geschreven. Zowel positief als negatief. Ik wil dan vandaag de eerste serie over vaderschap en autisme ook gewoon starten met een vlog waar ik speel met mijn zoontje. Want vaders met autisme, die spelen ook gewoon met een kind. Mocht je nou vragen hebben over de vlogserie Vaders met Autisme, laat het mij nou even weten hoor, onder in de comments of op Facebook. Dan ga ik je vragen proberen te beantwoorden in de volgende serie. Trein op te gaan ruimen. Papa mag aan het werk. Mensen met autisme, het zijn net mensen.